om je kinderen te leren omgaan met geld, kun je heel goed winkeltje spelen. Voor kinderen is het goed om op hun eigen niveau dat te gaan doen. Dus met peuters ga je echt winkeltjes spelen. Als die zeggen iets kost 100, dan betaal je ook 100. Zijn ze iets ouder, dan ga je daar ook op in. Is het iets goedkoper? Waarom is dat zo duur? Oh, dan is die wel heel erg mooi. Als je dat zo doet, leren kinderen op die manier al een beetje omgaan met geld. Op een gegeven moment krijgen de kinderen zakgeld en mogen ze gaan sparen voor iets. Als een kind 1 euro heeft, denkt hij dat hij er al bijna is. Nou, mijn zoontje ging sparen voor een Lego-doos. En hij dacht dus echt dat hij er bijna was. Toen hebben wij tot 44 euro was die, dus 44 vakjes gezet. En voor iedere euro mocht mijn zoontje een kruisje zetten, zodat hij duidelijk kon zien hoe ver hij was met sparen. Dit werkte heel erg goed. Ook neem ik als gastouder regelmatig de kinderen mee boodschappen doen. En als we boodschappen doen, zorg ik altijd dat ik contant geld bij me heb, zodat de kinderen ook zelf mogen betalen en leren dat je dan, ja, hoe duur het ongeveer is, dat ze centjes terug kunnen krijgen. Door contant geld mee te nemen, leren de kinderen beter de waarde van geld kennen. Kinderen moeten ook leren dat ze fouten mogen maken met geld. Zo ging ik laatst met mijn zoontje naar de stad. Hij kocht een Lego poppetje. Mama, wil je dat voorschieten? Natuurlijk doe ik dat. Komen we thuis, toen wou hij het niet uit zijn spaarpot halen, want dat vond hij zonde van zijn centjes, want dan moest hij langer sparen voor waar hij voor aan het sparen was. Op de website van Nibud zijn allerlei financiële tips te vinden. Zelf heb ik hier ook op gekeken en heb ik de financiële opvoedwijzer gevonden. Op deze opvoedwijzer staat vermeld dat kinderen vanaf 6 jaar ongeveer zakgeld kunnen krijgen. Vanaf 10 jaar dat het verstandig is om een eigen rekening te gaan openen met een bankpas erbij, zodat kinderen ook leren omgaan met bankpas en hoe ze moeten pinnen. Vanaf 14 jaar mogen kinderen gaan werken en ja, zullen ze gaan leren dat werken loont.